bedtijd in Huize Schat. Wendy stopt haar kleine broertje Michiel in. Elke avond leest ze hem een verhaaltje voor, zodat hij in slaap valt. Vandaag lees ik het kleine rode kippetje voor, zegt Wendy. Plotseling horen ze het gerinkel van piepkleine belletjes. Was jij dat, Michiel? Vraagt Wendy. Hij schudt zijn hoofd. Dan lees ik het verhaal van de zoete pap, zegt Wendy. Maar de kleine belletjes rinkelen nog een keer. Het was zeker niet Michiel. Waar komt dat gerinkel toch vandaan? Ze volgen het geluid en komen bij een muizenholletje. Als ze naar binnen kijken, gebeurt er iets heel vreemds. Het kleine muizenholletje wordt steeds groter en groter en groter, tot het net groot genoeg is om er doorheen te kruipen. Wendy en Michiel kunnen bijna niet geloven dat er zo'n prachtige plek verborgen is achter de plint van hun doodgewone kamer. Een kleine jongen komt hen begroeten. Ik ben Peter Pan, zegt hij. Welkom in Nooitgedachtland. Peter Pan luistert elke avond graag naar Wendy's verhalen door het muizenholletje. En daar komt Tinkelbell. Zij luistert ook graag naar Wendy's verhalen. Het was haar stem die ze hadden gehoord. Als ze praat, klinkt dat als kleine belletjes. De gemene kapitein Haak heeft verhaaltjes verboden in Nooitgedachtland. Dus Wendy's verhalen zijn de enige die Peter Pan en Tinkelbell kunnen horen. Maar Wendy heeft haar voorleesboek meegenomen. Wat zijn ze blij! Ze gaan zitten om te luisteren. Wendy moet heel zachtjes praten, zodat kapitein Haak haar niet hoort. Maar net als ze begint te lezen, loopt kapitein Haak door het bos met zijn scheepsmaat Vetje. Wat heb ik je gezegd over verhaaltjes, Peter Pan? Schreeuwt kapitein Haak. Niemand overtreedt ongestraft mijn regels. Hij neemt de arme Wendy gevangen. Ze is heel erg bang. Peter Pan probeert haar te bevrijden. Maar tegen die grote, glimmende haak kan hij niet op. Plotseling ziet kapitein Haak er heel bang uit. Dat tik-tak, tik-tak is geen gewone klok. Dat is een klok om de nek van een hongerige krokodil. En die krokodil wil kapitein Haak opeten. Vlug, Vetje, terug naar het piratenschip, roept hij. Gelukkig voor kapitein Haak zijn krokodillen niet zo snel op het land. Hij denkt dat de krokodil hem wil opeten, grinnikt Peter Pan. En dat brengt hem op een heel goed idee. Fluisterend vertelt hij zijn plan aan de anderen. Michiel en Tinkelbell beloven hem te helpen. Peter Pan geeft Michiel een fonkelnieuw zwaard. Nu zijn ze klaar om met de piraten te gaan vechten. Die arme Wendy is vastgebonden aan de mast van het piratenschip. En kapitein Haak en Vetje houden de wacht. Het is tijd dat Peter Pan zijn plan gaat uitvoeren. Hij begint te tikken. Tik-tak, tik-tak, net als de krokodil. Kapitein Haak is doodsbang. Hij rent het dek op en neer en kijkt of hij de krokodil ergens ziet. Peter Pan sluipt aan boord met Michiel en Tinkelbell. Maar kapitein Haak trapt er niet in. Hoe durven jullie mij voor de gek te houden? Gromt hij. Peter Pan en Michiel trekken hun zwaarden.
vechten dapper met de piraten. Tinkerbell maakt intussen Wendy los. Die is zo blij dat ze weer vrij is. Maar Peter Pan en Michiel zijn in de hoek gedreven door de piraten. Ze moeten hen redden. Tinkerbell vliegt hoog de lucht in met een kanonskogel en laat die dwars door het dek vallen. Dat geeft een geweldige klap en het schip stroomt vol water. Kapitein Haak zwaait woedend met zijn haak. En hij maakt een scheur in de vleugel van Tinkerbell. Haak en Vetje doen wat ze kunnen om te voorkomen dat het piratenschip naar de bodem van de zee zinkt. Peter Pan trekt de cape van kapitein Haak los. Maar die heeft het niet eens door. Dan zien ze hun kans en ontsnappen ze. Piraten zijn nergens zonder hun schip. Ze kunnen niet gewoon op het land wonen. Dan hoort kapitein Haak het gevreesde tik-tak, tik-tak van de krokodil. Maar deze keer is het niet Peter Pan. Daar komt hij. Hij komt steeds dichterbij. Kapitein Haak en Vetje klimmen zo snel als ze kunnen in de mast. En daar hangen ze nu nog steeds te wachten tot de krokodil wegzwemt. Peter Pan belooft de cape van kapitein Haak voor altijd te bewaren om deze dag nooit te vergeten. Hij is zo blij dat ze hem verslagen hebben. Maar die arme Tinkerbell is heel verdrietig. Misschien kan ze wel nooit meer vliegen. Niet huilen, Tink, zegt Peter Pan. Ik heb wel een idee. Iedere jongen en ieder meisje moet zo hard mogelijk ik geloof in elfjes roepen. En dan 3 keer klappen. Zijn jullie klaar? 1, 2, 3. Ik geloof in elfjes, roepen ze. Oh nee, het is niet gelukt. Laten we het nog een keer proberen, zegt Peter Pan. Klaar? 1, 2, 3. Ik geloof in elfjes, roepen ze. En dan is als bij toverslag de vleugel van Tinkerbell weer heel. Ze is zo blij dat ze weer kan vliegen. Ik vind dat we een feest moeten geven om het te vieren, zegt Peter Pan. En daar is iedereen het mee eens. Het is het leukste feest dat Wendy en Michiel ooit hebben meegemaakt. Peter Pan heeft overal aan gedacht. Ze smullen van ijs en pudding en andere lekkernijen. Tinkerbell en Peter Pan zijn dol op dansen. En Wendy en Michiel ook. Ze zijn behoorlijk moe na al het dansen. En daarom leest Wendy nog een verhaaltje voor. Al gauw zijn Peter Pan en Tinkerbell diep in slaap. Wendy en Michiel moeten naar huis, want zij moeten ook slapen. Ze werpen nog 1 blik op Nooit Gedacht Land. En dan kruipen ze door het muizenhol. Wendy en Michiel zijn terug in hun gewone slaapkamer. Ze missen hun nieuwe vrienden vreselijk. Maar het is ook fijn om thuis te zijn. En het is fijn om ingestopt te worden.
Nog één verhaaltje, smeekt Michiel. Het is te laat, zegt Wendy. Het is al bedtijd geweest. Alsjeblieft, zegt Michiel. Dat zouden Peter Pan en Tinkelbel ook willen. Dan horen ze het gerinkel van kleine belletjes. Dat moet Tinkelbel zijn. Wendy moet nog één verhaaltje voorlezen. Ziezo. Ik denk dat het boek nu echt even tot rust moet komen. Want het is al meer dan 100 jaar oud. Nou zeg, wat vliegt de tijd als je zo'n mooi verhaal aan het lezen bent. Maar ja, helaas komt ook aan mooie verhalen altijd een eind. Dus ik zeg, tot de volgende keer. Dan zie ik je bij een nieuw Boemerang-verhaal.